Helemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag echt een mega logisch shoplog voor jullie. De doos is net binnengekomen en het is echt belachelijk. Moet je zien. Het is echt niet normaal. Dus ik ga dat nu lekker met jullie openmaken. En daar heb ik echt heel veel zin in, want I love shoppen. Dus laten we maar gaan beginnen. Oké, ik heb hier de e-mail bij, zodat ik eventjes kan kijken hoe duur alles was. Dat jullie dat ook gewoon te horen krijgen, dat lijkt me wel handig. Dan gaan we beginnen met het eerste. Als eerste dit rokje. Het is met stipjes. Heel schattig. Hij heeft gewoon een elastieke band en dan zit er een beetje een ruffeltje aan de onderkant. Super schattig. Ik heb hem in een emmetje en hij is 29,99. Wat ik wel eventjes wil zeggen, ik heb deze bestelling geplaatst toen net het weekend van Glamour Day was. Dus ik heb overal 20% korting op. Dus deze is eigenlijk 30, dus dan betaal ik nu 24. Dus dat is deze. Ik vind hem eigenlijk wel heel schattig. Ik denk dat deze wel heel erg leuk is. Ik heb bij de rokjes en bij de broeken even gewoon een zwart hemdje aangedaan. Zodat jullie echt beter kunnen zien hoe het staat. Maar ik heb nu dit rokje aan. En zoals je ziet, ik heb best wel brede heupen en benen van mezelf. En hier ben ik wat slanker, waardoor dus dit best wel strak gaat zitten. En het lijkt dan alsof ik een dikke buik heb. Dus ik had dit rokje heel anders verwacht. Ik dacht dat hij veel losser ging zitten. Dus deze valt wel een beetje tegen. Wel jammer, want printje en zo vind ik wel heel leuk. Dus nee, deze die wordt het niet, jammer genoeg. Dan het tweede item. Even kijken. Dit is een jurkje. En ik heb hem besteld in twee maten. Want de vorige keer dat ik bij Lovies kleding had besteld, had ik heel veel jurkjes besteld. Allemaal gewoon in mijn eigen maat, in een maatje M. Maar ik paste geen enkel jurkje. Dus ik heb nu de jurkjes die ik heb besteld in een M en in een L gekocht. Of besteld. We beginnen even. Oh, dit L'tje. Dat is dit jurkje. Dit is het printje. En dan heeft hij gewoon wat ruffeltjes. Wel een beetje een hoog nekje met een heel klein soort turtlenekje noem ik het maar. En dan voor en achter heeft hij een soort ruffeltje. En in de middel gewoon een elastiek. En onder ook nog wat leuke detailtjes. Stiekje is heel leuk. Dit is dus een L. Ik heb hem dus ook in een M. En deze is 49,99. Om te beginnen heb ik dit jurkje aan. En zo op het eerste gezicht vind ik hem eigenlijk wel heel leuk. Ik heb hem nu in een L'tje aan. Ik denk, zoals je hier kan zien, dat hij best wel in een M'tje kan. Ik denk dat ik hem wel zou stylen met een riempje erom. Dat vind ik denk ik wel iets leuker. Maar zo vind ik het wel echt een mega leuk jurkje. Super schattig printje en ja, ook prima lengte. Het is niet kort, dus die is wel heel erg leuk. Ik ga hem nu ook eventjes in een M aanpassen om te kijken hoe die staat. Maar zo in het eerste opzicht vind ik deze wel heel cute. Ik heb het jurkje nu in een M aan en op zich heb ik niet het idee dat hier heel veel verschil zit. Alleen wel iets meer aan de onderkant denk ik. Ik heb het idee dat hij ietsje korter is. Maar voor de rest past hij wel prima. Ja, ik weet het eigenlijk niet welke beter staat. Ik denk dat deze ook prima kan in een emmetje. Dan, volgende. Dat is een broek. En daar ben ik heel benieuwd naar. Ook die heb ik in twee maten. Want ik vind broeken maten altijd zo moeilijk. Gewoon een normale maat heb ik altijd 38. Maar dit zijn van die rare maten. Dus ik had in mijn broeken van de kosten gekeken. Maar in de een had ik 30 en de andere 28. Dus volgens mij heb ik nu een 29 en een 30 besteld. Ja, dit is een 29. Oeh, een soort mom jeans denk ik. Zitten voor de rest geen gaten of scheuren in. Ik vind het wel een hele mooie kleur moet ik zeggen. En aan de achterkant zo. Dit is dus het maatje 29 en deze is ook 49,99. Dus dat is die. En die broek heb ik dus ook in een maatje
30. Dus ik ben heel benieuwd of die passen. Ik heb nu de spijkerbroek aan. Oh mijn god. En ik zit echt helemaal ingesnoerd. Ik kan amper ademen. En dit is de grote maat. Mijn kont wordt ook helemaal plat gedrukt. Oh, ik kan echt niet meer ademen. Deze broek had ik me zoveel leuker voorgesteld. Poeh. Dus, dat wordt hem ook niet. En dus de maat kleiner ook niet. Dan gaan we naar een rokje. Dit weet ik niet zo goed. Ik heb het maar gewoon besteld. Het is een rokje. Ik vind het printje heel leuk. Maar zoals je ziet, zit zeg maar een heel groot gedeelte is er stretch, zeg maar. En dan zit eronder nog een ruffeltje. Dus, I don't know. Ik vind als je zo dit stretch, als dat om je buik zit, dan zit dat, kan dat best wel strak zitten. Dus het ligt een beetje aan hoe die zit. Maar het printje vind ik wel heel erg leuk. Ik heb hem bij een maatje M. En deze is €35, €34,99. Ik ben wel heel benieuwd hoe die staat. Goed, dit rokje. Ik heb er zo mijn twijfels over. Het valt mee hoe erg je alles ziet in dit stofje, zeg maar. En ik vind hem best wel leuk, maar ik vind hem best wel kort. En daar voel ik me nooit zo fijn bij. Maar ik vind het printje wel erg leuk. Maar het is niet helemaal mijn ding, omdat dit dus zo ja, strak zit, omdat het elastisch is. En omdat ik hem gewoon best wel kort vind. Dus dat is wel jammer, want het is wel een heel leuk printje. Goed, dan wat zullen we nu even pakken? Oké, ik ga nu mijn ogen dicht. Ja, deze heb ik ook in twee maten. Dit is ook een jurkje, dus hier heb ik maar in twee maten gekozen. Ook in een M en in een L. Dit printje vind ik iets minder leuk, denk ik. Maar misschien staat het wel leuk. I don't know. Volgens mij is het wel best wel lijkt hij op dat andere jurkje. Dit is het printje. En hij heeft een beetje een doorzichtig mouwtje. En dan zit er aan de voorkant wat ruffeltjes. In je taille gewoon met een elastiek. Dat hij mooi gewoon getailleerd zit. En aan de onderkant weer een ruffeltje. Dus ook die heb ik in een M en in een L. Dit is de M. En deze is €49,99. Ik denk dat alle jurkjes bijna wel bij Lofies €50 zijn. En dit is dan in een L'tje. Ik heb nu dit jurkje aan. Ik moet zeggen dat ik deze ook wel heel schattig vind. Het printje is wel iets leuker dan wat ik dacht dat hij was. En qua maat, ik heb nu het M'tje aan. Is hij prima, denk ik. Ik heb altijd wel een beetje het idee dat hij heel snel te kort is. Maar aan de voorkant valt het wel mee. Maar aan de achterkant ja, kan het ook wel. Dus dit is het M'tje. Ik denk dat ik zeker geen L nodig heb, want dan wordt hij hier weer veel te groot. Ik vind het ook leuk zodat je arm een beetje doorschijnt. Ja, ik vind het ook wel een leuk jurkje. Ik denk dat ik hem wel inderdaad ook weer met een riempje zal stylen. Net als dat andere jurkje. En achter kan hij nog vast, maar dat heb ik nu even niet. Dus dat is deze. We gaan ook nog even het L'tje passen. Dan is dit het jurkje in een L. Je ziet wel echt dat deze een stuk groter is hier, heb ik het idee. Ja, dat M'tje past ook prima, dus deze ja, is gewoon net even te groot. Anders dan is de M beter. Dus ja, eigenlijk precies hetzelfde jurkje, maar dan natuurlijk een maat groter. Heel logisch. Dus ja, dat is deze. Cute. Dit vind ik echt heel lelijk eigenlijk. Hij zag er op de site wel anders uit, denk ik. Volgens mij was deze in de sale of zo. Dit rokje. Nou, misschien als je er een wit shirtje op doet of zo, kan die nog best wel leuk zijn. Of een zwart shirtje. Dit is het printje. Volgens mij was die dus in de sale, want op het kaartje staat €36. Maar ik geloof niet dat ik dit voor €36 heb besteld. Dus eventjes kijken. Nee, deze is 25 nu. Maatje S. Oké, dat ik dat heb gekozen. Maar volgens mij ja, is het best wel lang. Dus dat is deze. Gewoon aan de bovenkant gewoon lekker een stretchy. En dan loopt die gewoon uit. Dus er zit een soort, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik denk het wel. Kijk, dat zie je aan de binnenkant wel. Goed van die soort lijntjes of zo. Ik weet niet hoe ik het uit kan leggen, maar jullie zien dat wel gewoon. Dus dat is die. Dit is dus het rokje. Maar nee, dit is niet echt mijn ding.
Ik heb het ook een beetje het idee dat hij me wat breder maakt dan ik ben. Dus nee, denk niet. Nee. Oeh, de doos raakt al aardig leeg. We gaan even naar een... Ik heb geen idee. Oh, een broek. Dat is alweer 5 dagen geleden of zo dat ik dit bestelde. Vanwege de paas en zo duurde het natuurlijk een beetje lang. En sowieso omdat alle postdingen het best wel druk hebben. Deze broek hoop ik echt dat die leuk is. Op de site zag het er zo leuk uit. Het is dus een pantalon. Ik denk wel heel kort hoor dat die is. Kijk, zo. Gewoon een zwarte mooie pantalon. Heb geen kontzakken. Wel gewoon aan de voorkant. Ik hoop dat deze leuk staat. Ik heb hem in een maatje M. En hij is 39,99. Maar als ik hem zo zie, denk ik dat hij vrij kort is. Maar we gaan het zien. Ik heb de pantalon aan en ik ben echt zwaar teleurgesteld. Ik voel me net een rollade. Ik zit er helemaal in. En echt lelijk. Mijn figuur wordt er echt heel lelijk. Ja, het is afschuwelijk. We gaan het heel snel weer uittrekken. Als je het bestelt, doe het sowieso een maat groter. Want dit is niet hoe het op de foto stond. Dan is dit volgens mij een lange rok. Ik weet niet wat ik van het printje vind. Maar ik vind dat altijd lastig. Want als je er gewoon een leuk zwart shirtje op doet, kan het altijd best nog wel leuk zijn. Even kijken. Dit is in een maatje M. En hij is 39,99. Volgens mij was hij niet zo duur. Oké, wel dus. Dit is hem. En dan is dit het printje. En dan zit hij gewoon, ik denk, vrij hoog. En aan de wolkant een soort van split, om het zo maar even te zeggen. En zo'n leuk ruffeltje erop. Die kan ook nog best wel eens leuk zijn. Shit, ik heb veel te veel leuke dingen. Ik heb nu deze rok aan. En hij past. Ondanks dat het een S'je is, vind ik ervan ergens wel leuk. Ik vind het modelletje gewoon heel leuk. Maar ik denk dat ik niet helemaal fan ben van het printje. En hier lijkt hij ook wat gekkig te zitten, heb ik het idee. Ik vind de rok zelf heel leuk, maar er is iets dat ik denk, is niet helemaal mijn ding. Maar wat het precies is, kan ik niet echt zeggen. Ik weet het niet zo goed. I don't know. Lol, dit was helemaal geen S. Dit is een M. Vandaar dat ik hem pas. Want ik heb nu deze aan. En die gaat niet zo makkelijk dicht. Dus toen kwam ik erachter dat dit een M was. En dit een S. Dus, jammer. Dan... hebben we nog een broek. Nu een zwarte. Echt oprecht. Ik heb geen één normale zwarte spijkerbroek meer. Ik dacht, er waren niet zo heel veel maten meer. En ik heb nu een 29. Dus ik weet niet of die gaat passen. Maar we gaan het zien. Oeh, ik denk dat die wel kort is. I don't know. Dit is hem. Gewoon een zwarte skinny. Een high waist volgens mij. Als ik het zo bekijk. En die is 39,99. En de lengte is 30. Ik heb normaal ook 30, maar hij ziet er best wel kort uit. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Het is wel gewoon echt een mooie zwarte broek. Dus ja, ik ben benieuwd. Nou jongens, ik kan meedelen. De zwarte broek past niet. Heel jammer. Dan nog maar 2 items. Dit is een gewoon zwart shirtje. En volgens mij is het een beetje een crop top. Gewoon los. Want ik zag dat ze deze gestyled hadden op een leuke rokje. En dat vond ik wel heel leuk uitzien. Dus ik dacht, laat ik het gewoon proberen. Als ik het zo zie, is hij wel heel kort. Dit is het shirtje. En hij is ook best wel wijd. Volgens mij zijn de mouwen... kijk, die zijn... behoorlijk groot. Dus dat vond ik wel een heel leuk detail geven. Dus we gaan het zien. Even kijken. Oh, er zit hier geen prijskaartje in. Oeh, dat is wel een dingetje. Ik hoop dat je hem dan nog kan retouren. Nou, het is een maatje M. En ik zal even kijken hoeveel die kost. 13 euro. En trouwens, ik had ook dit topje in principe besteld. In een S voor 15 euro.
En dit t-shirt. In een M voor 21,99. Alleen toen kreeg ik later een mailtje dat die niet meer op voorraad waren. Dus dat vind ik wel jammer. Ik heb nu het t-shirtje even gecombineerd met het rokje wat jullie al gezien hebben. Ik vind het t-shirtje echt niet mooi. Ik vind het echt, ik lijk wel een vierkant. En hij gaat, ja, gewoon zo. Ik denk dat je hier iets dunner en slanker voor moet zijn misschien. En ik zeg niet dat ik dik ben hoor, dat bedoel ik niet. Maar I don't know, het past gewoon niet bij mij. Ik lijk er heel dik door. Dus nee, die gaat sowieso terug als dat kan. Want kaartjes zijn natuurlijk af. Dus ja, dat. Dan nu het laatste. Het is ook een lange rok volgens mij. Kijk. Het is dit printje. En dan redelijk lang. En ook gewoon een leuk ruffeltje aan de voorkant. Ik heb hem in een maatje S. Deze was ook in de sale. Deze hier staat €38 op. Maar ik heb er... Oh. €38 voor betaald. Oké. Toch wel. Ik dacht dat ik hem in de sale had gekocht. Maar goed, dat is deze. Maatje S. Ik weet niet of ik dat pas. Ik heb eigenlijk altijd M. Dus ik weet ook niet waarom ik dit heb besteld. Maar dat is deze. Goed, alles is gepast. En ik ben wel een beetje teleurgesteld. Uiteindelijk ga ik denk ik één van de twee jurkjes houden. En de rest gaat allemaal terug. Want ik vind de jurkjes best op elkaar lijken. Dus dan kies ik er daar eentje van. Denk ik. En heel misschien de lange rok met de rode bloempjes erop. Dus misschien dat nog. Maar daar twijfel ik nog wel een beetje over. Dus ik denk dat het één jurkje wordt van de twee. Van die hele grote bestelling. Dus dat was dit alweer de video. Hartstikke bedankt voor het kijken. Als je een leuke video vond, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer hieronder op mijn kanaal als je het leuk vindt. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende video. Doei doei!